Dit is het keuzespel wat we vorige keer hebben gemaakt. Ik ben er nog steeds heel blij mee, maar ik moet er nog twee dingen voor doen. Ten eerste moet ik het tegeltje overmaken waar de gebruikswijzing op staat. Ik heb namelijk twee dingen niet goed gedaan. Ten eerste ben ik vergeten om de 7 erbij te zetten, want die heeft namelijk een andere regel als alle andere cijfers. En ten tweede ben ik begonnen bij de 1 en er bestaat natuurlijk helemaal geen 1 in een kaartspel. Ten tweede moet er iets van een kistje of een doos omheen. Nou, normaal zou ik hier een kistje voor maken en daarom ga ik nu een doos maken. Ik wil het zo erin gaan doen zoals het nu op tafel ligt, dus ik kan deze maten op gaan nemen. Hoi, ik ben Peter en dit is een nieuwe aflevering van Ik Maak Dus Ik Ben. Nou, dat tegeltje is een hele makkelijke fix. Ik heb gewoon het bestandje aangepast en ik stuur hem naar de lezer en ik lees er even een nieuw tegeltje. Dit is het karton dat ik wil gaan gebruiken voor de doos. En ja, het is lekker dik, het is 2 mm dik. Nou, dit is 6 cm hoog, 28, 28 bij 28. We hebben ontdekt dat dit dikke karton prima te snijden is op deze zet- en knipbank. Uiteraard op het knipgedeelte. Als boter. Ik heb hier nu 28,4 op afgetekend. Nou ja, eigenlijk iets meer zelfs. 28,5 heb ik ervan gemaakt. Zo. Deze ga ik nu haaks aftekenen. Daar gebruik ik de winkelhaak voor. Want ik vertrouw niet helemaal dat de doos al haaks was. Hij lijkt eigenlijk best wel haaks te zijn. Ja, dit afknipsel is nu precies de juiste breedte om twee van de randen uit te snijden. Die andere randen moeten natuurlijk net iets kleiner worden, dus daar moet ik straks nog een klein stukje afsnijden. Dit kan natuurlijk allemaal ook gewoon met een mesje op een snijplank, maar dit is gewoon veel makkelijker zo. Ik ga dit lijn met mijn dikke poekbinder snijden. Mijn 2-3 blok zorgt er nu voor dat hij goed op zijn plek blijft. Dan pakken we nu een korte. Zo, dan doen we ook de andere korte. En dan kan de laatste lange er tegenaan. Nou, terwijl die ligt te drogen, kan ik hier mijn tegeltje gaan verven. Zo, en in ieder geval de goede spelregels dit keer. Het is nu droog genoeg om voorzichtig aan te pakken en ik wil nu dit pakpapier eromheen gaan plakken. Maar ik heb geen idee hoe dit pakpapier op de natte lijm gaat reageren. Ik heb daarvoor dus dunne lijm aangemaakt. Ik heb trouwens ook geen idee hoe dit karton op de lijm gaat reageren. Nu zet ik hem er bovenop. Een beetje midden en een beetje recht. Omdraaien. Nou, dit lijkt al helemaal niet te werken, want hij wordt al helemaal bol van al het... Kijk, nu kan dit zo gevouwen worden en dan kan dit de hoek om. Dit kan ik nu inknippen. Dan ga ik dit hier de hoek om vouwen. Ik heb ernstig het idee dat mijn lijm gewoon niet dik genoeg is. Nou, de laatste twee kanten moeten het nu af gaan maken. Tot nu toe is het nog niet heel erg veelbelovend. Maar misschien had ik gewoon mijn lijm iets minder dun moeten maken. Ik had misschien andere lijm moeten nemen, want ik heb geen idee wat voor lijm dat dit is. Dit had ik nog staan in een potje en dit was al verdund. Maar het kan ook gewoon dat dit houtlijm is en dat dat gewoon minder geschikt hiervoor is. Maar ja, het is mijn eerste spellendoos die ik in doosvorm maak, dus het mag ook wel een beetje een experiment zijn. Dit is de binnendoos. Straks voor de buitendeksel kan ik nog kiezen of ik er iets heel anders ga doen. Misschien anders papier neem of andere lijm, ander materiaal. Ik wil hier heel binnenwerk in doen, zodat alles echt een eigen plekje heeft. Ja, nu maar eens kijken of alles erin past. Nou, helemaal niet slecht. Om te beginnen wil ik hier iets inmaken, zodat het duidelijk is dat de bedoeling is dat het hier zit. Oké, exact de lengte van een tegeltje plus een heel klein beetje. Hier. Ik ga dit sowieso niet vanavond afkrijgen, want over 2 uurtjes of zo word ik al verwacht om de deur open te doen voor iedereen. En, over 2 uur, over 1,5 uur is dat dan.
nog in. Ja. Ja, ik heb bedacht om die deksel met leer te overtrekken. En dan moet er natuurlijk nog iets van kezen op komen staan op dat leer. En met deze naaimachine kan ik ook borduren. Dus ik heb nu kezen in het programma gezet. En ik heb hier een proefstukje om te kijken of dat gaat werken. Gewoon maar laten gaan, denk ik. Ik durf niet erg veel harder eigenlijk. Ik ga gewoon harder om te kijken wat er dan gebeurt. Dit is volle snelheid. En hij is klaar. En er staat kezen. Ik weet alleen niet of ik dit een mooi lettertype vind. En ja, die snelheid, je ziet dat hij hier deed hij het heel keurig. En waar ik hem sneller ben laten gaan, minder. Ja, dit is een beetje nauw. Ik wil het wat breder hebben eigenlijk. Ik heb het nu met een ander voetje geprobeerd, zodat ik mijn extra transportvoetje erbij kan zetten. Oh, ik ben vergeten op enkel motief te zetten, dus hij blijft nu oneindig doorgaan. Maar dit ziet er al wel een heel stuk beter uit. En ja, ik denk dat dit hem wel gaat worden. Dus dit was met het sierlijke lettertype. En dit was met het eerste voetje. En dit is met het betere voetje. Nou, en dit ziet er wel cool uit zo. Ja, en nu maar eens kijken of de deksel over de doos heen past. Al keurig. En dan ga ik het leer in de lasercutter snijden. Toch nog een lasercutklusje erbij. Om het leer een beetje vlak te leggen heb ik allemaal stukjes lood gebruikt. Dat komt nog uit een oude letterzetterij. Als het goed is heb ik die nergens in de weg van de laser gelegd. Nou, dan gaan we nu voor het echi. Ik heb de draad veranderd in oranje draad, gewoon omdat me dat cool lijkt. Nou, ik geloof niet dat het heel erg recht staat, maar ik vind het wel heel cool. Dus ik ga er nog drie maken. Ik vind dit wel een hele coole manier van teksten erop zetten. Ik denk dat ik het ook nog op de bovenkant ga zetten. Daar ergens. Cool, helemaal klaar. Ja, en ik heb nog even gegoogeld wat de beste lijm is om leer op karton te lijmen. En ja, dat was gewoon PVA-lijm of boekbinderslijm. En dat is wat ik hier heb. Dus gaan we gewoon door met dezelfde lijm als waar ik alles al mee gelijmd heb. Gebruiken we nu wel de dikke lijm. Kijk, dan kan ik hem nu omdraaien. Dan kan ik exact zorgen dat hij op de goede plek ligt. Flink rekken, want red ik het niet, ben ik bang. Vooral de rand heel goed inlijmen. En dan ga ik nu met diezelfde oranje draad de hoeken naaien. De gaatjes zitten er al met de laser in, dus dat maakt het wat makkelijker. Ik doe eerst even een paar keer rond de hoek. En dan ga ik kruislinks overlangs naar de ander toe. Een Scandinavische steek of zo, ik weet niet hoe het heet. Nou, dat was nog meer werk dan ik dacht om al die hoekjes te naaien. En mijn leer is net te kort. Dus misschien had ik het gewoon veel langer moeten houden en het achteraf pas af moeten snijden. Maar ja, als je een laser hebt, gebruik je een laser. Ja, en dan nu kijken of de deksel past. Oh, nou, ik vind hem best wel cool geworden. Jammer dat de randen iets te kort waren, maar dat valt eigenlijk helemaal niet op deze manier. Tekst kezen erop geborduurd vind ik heel leuk geworden. Ik ben heel blij met het resultaat en ook hoe het aan de binnenkant erin zit. Want ja, het tegeltje heeft een mooie plek, de kaarten hebben ze eigenlijk. Helemaal geweldig. Ik vond het weer een geweldig project. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Tot volgende keer!